klassieker zit, dat zit in je. Dat is gewoon... Dat Amsterdam, Rotterdam, dat blijft. Dat is gewoon... Dat kun je een vreemde niet uitleggen. Dat kun je een vreemde niet uitleggen. Aanstaande zondag is het weer tijd voor een van de wedstrijden van het jaar. De klassieker. Ajax speelt in Rotterdam tegen Feyenoord. Elke Amsterdammer heeft wel eens een keer een klassieker gezien. Maar er zijn weinig mensen die er zoveel hebben gezien als Co Maatjes. Oftewel, ome Co. Ik denk dat ik er wel 150 meegemaakt heb. We hebben dus te maken met een echte klassieker-expert. U wordt wakker en de klassieker is. Wat voelt u dan? Ja, wat voel je dan? Dan denk ik, kom erop, kutkakkelakker. Kom erop, we vreten jullie op. Dat is de eerste gedachte. Ja, wat denk jij dan? Nou, je ziet, blijft altijd in zichzelf geloven. Kijk, dat het nou niet zo goed gaat, ja, dat is jammer, maar tegen Feyenoord staan ze er. 100%. En heb je het over de klassieker, kan je eigenlijk maar één iemand interviewen. En dat is Mr. Ajax, oftewel Sjaak Zwart. Ik heb er 36 gespeeld en 19 doelpunten gemaakt, dus ik ben topscorer alle tijden. En dat is natuurlijk mooi, want dat waren de mooiste wedstrijden, de klassiekers. Deze soort wedstrijden weet je nooit wie er gaat winnen. Ook al sta je onderaan of bovenaan, dit zijn aparte wedstrijden. Alleen vroeger waren ze al 3 weken van tevoren uitverkocht. En dat is nu ook wat minder. En dat is een beetje ook omdat... Ja, Ajax heeft vroeger 8-9 Amsterdammers erin. En Feyenoord 8-9 Rotterdammers. En dat is veranderd. Want de buitenlandse jongens, ja, die horen wel van klassiekers. Maar weten ze veel wat het is. Dat is in hun eigen land een belangrijke wedstrijd. Dus dat is veranderd en dat is jammer. Want het blijft de mooiste wedstrijd van het seizoen. Terug naar de Van Wouwstraat, waar ome Co vertelt over een van zijn mooiste klassiekers. Ik zal nooit vergeten, Sjaak Zwart, dat is ook een goede kennis van me. Die zei, ik was wel eens geblesseerd en ik kon eigenlijk niet spelen. Maar ik zei niks tegen de dokter en ik liep gewoon de dubbele... injectie geven door dokter Rolink. Want ik wou die klassieke spelen. En ik zal nooit vergeten in het Olympisch Stadion. We stonden met 1-0 achter en dat was de kampioenswedstrijd van Ajax. We stonden allebei bovenaan, maar wij hadden het beste doelgemiddelde. Dus normaal nu ben je kampioen. Maar toen moesten we thuis nog spelen, die extra wedstrijd. En Feyenoord scoort 1-0. En Wim Blijenberg speelde ook bij Ajax. En die maakte de 4. En Sjaak die maakte er ook 1. Er was 5-1 wonnen ze toen. Maar Sjaak die haalde de bal op de middenlijn. En ja, ik maakte een goal vanaf de rechtsbackplaats. 4 man opzij. En Graafland, dat was ook mijn maatje bij Ajax, zei ik wel te rusten tegen. Zo in één keer zo dwars naar de goal en dus schoot zo op, doelpunt erin. Ik denk dat hij er wel 4, 5 man voorbij ging. Zo op, zo in één keer. Ze speelden toen helemaal in het blauw. Ajax is gewend om te winnen in Rotterdam. De Amsterdammers wonnen in totaal 29 keer de klassieker in de havenstad. De Rotterdammers 25 keer. Maar nu reikt Feyenoord bloed, omdat het nou niet bepaald lekker gaat met Ajax in de competitie. Maar stel, we verliezen gewoon 3-0. Wat doet ome Co dan? Dan gaat ome Co leg heel vroeg in zijn bed en die eet s'avonds echt niet. Ik kan echt geen hap eten door mijn strot krijgen. Als Ajax verloren heb ik helemaal de weg kwijt. En bij de klassieker is het dan nog erger? Dan is het nog erger. Dan moeten we maar hopen dat we gaan winnen. Dat hoop ik ook.